Ooh. Mm-hmm. Hi. Een fantastisch boek, net verschenen, van Edward van der Vendel en Martijn van der Linden. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Gedichten waar je wat aan hebt. Dit is nou zo'n boek wat elke leerkracht eigenlijk in zijn klas moet hebben. Er staan gedichten in die heel grappig zijn. En er staan gedichten in die ontroerend zijn. Gedichten waar je ook echt wat aan hebt. Een voorbeeld van een grappig gedicht, het eerste gedicht over het nijlpaard, wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Allereerst sorry zeggen, daarna met jezelf overleggen hoe je hem terug laat struikelen. Poeh, alsof dikhuiden de enige zijn die hun gewicht mogen gebruiken. Ik zou als ik jou was alle zoetigheid in jullie huis tevoorschijn proberen te ruikelen. Alle slagroom en snoep in alle kannen en kruikelen. Nou, enzovoort. Prachtig illustratie erbij van Martijn van der Linden. Maar ook deze. Wat je moet doen als je geen lievelingsdier hebt. Echt? Je hebt geen lievelingsdier? Dan ken je dus ook niet het lievelingsplezier dat je beleeft aan een beestje. Dat holt door je hart. Bij jou is het leeg daar en donker en zwart. Geen blauw oogmakie. Geen wit gezichtszakie. Geen fennik of konik. Geen sisal of soeslik. Geen koedoe. Martijn van der Linden heeft deze dieren ook allemaal getekend, want ze bestaan allemaal echt. En Edward van der Vendel raadt aan om dan maar op YouTube te kijken. Heel erg fijn om voor te lezen. Oudere kinderen kunnen het natuurlijk ook zelf lezen. En deze, wat je moet doen als je je naam niet mooi vindt. Nou, je verzint een andere naam. Pleister op je mond als iemand jouw oude naam nog zegt. En achterin, heel grappig. En wat je moet doen als je over dit boek een boekbespreking moet houden. Hoi, mijn naam is... Zeg hier jouw naam. En de bundel waarover ik mijn boekbespreking hou is deze. Laat dit boek aan de klas zien. Nou, dan is er een gedicht over Edward van der Vendel en Martijn van der Linden. Wat een rare figuren dat zijn, dat ze dit boek hebben kunnen maken. Maar ook een gedicht over wat je moet doen als je moeder huilt. Heel mooi, echt tips voor kinderen. Je moeder is verdrietig, wat doe je dan? Dat kun je vinden in dit gedicht. Ik weet zeker dat deze bij de Griffelsjury in 2020 hoge ogen gaat gooien. En echt in elke school, liefst in elke klas, vanaf groep 4 ongeveer kun je het best voorlezen. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Veel plezier ermee.